dames en heren, en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik wil iets leuks aan D horen. We gaan hier met z'n tweeën staan en let op. Welkom bij de Amsterdam Arena. Dankjewel. Dat is mijn oude vriend. Ik wist het al, ik ben eerlijk in geweest. Stommerik. In ieder geval, we zijn in de Amsterdam Arena. Straks gaat namelijk de meeting beginnen. We hebben er super veel zin in. Waar gaat Deetje heen? Oh, ze ziet Huntelaar staan, ik snap hem. Ik heb even een kusje gegeven. Oh, nou, hartstikke lief. Zal die vast heel erg fijn vinden. Kijk eens aan, staat ook op het bord daar. What's up, Knol meeting! Pam, pam, pam. Enzo Knol meeting. Niveau 4. Het blijft gewoon super vet. High five. Nou, die was echt slecht. Niveau 4. En dan gaan we via deze deur. Ja, hij is open. En de merchandise stand is bijna klaar, heb ik begrepen. Kijk eens aan. Jij ziet het voor de eerste keer, deed je? Ja. Vind je het mooi? Spannend. Ik vind het mooi. Ja? Ja. Ja, moet ook wel. Het is Ajax. Het is alleen maar Ajax. En weet je hoe super vet? Kijk, ze kunnen daar gewoon in zitten. Kunnen ze ook selfie maken. Ja, mag ik ook een selfie maken daar? Ja, ik zit even te kijken. Wat heb je? Je hebt daar Heitinga. Die vind je wel heel erg leuk. En even kijken. Ik heb het grote scherm. Oh mijn god. Mama, ik ben op tv. Het gaat straks gebeuren. We gaan eerst nog even lekker een broodje eten, eventjes wat drinken. We hebben er super veel zin in. Hoe ziet de zaal eruit? Nou, dat zien jullie nu denk ik wel. Alleen, hoe wordt het precies ingedeeld? Nou, iedereen die komt via die drie deuren. En dan kunnen ze hier natuurlijk even chillen of op de foto met van die stands. Dat is altijd wel leuk en daar ook. En hier heb je ook een super chille ruimte. Dan kan je ook even zitten, kan je even relaxen. Want het is altijd beter dan in de rij wachten natuurlijk. Nou, we hebben dus tijdsvakken, dus van 12 tot 100, van 1 tot 200 en van 2 tot 300. En er is, zoals jullie zien, genoeg ruimte. Je hebt hier een hele toffe Enzo Knol merchandise stand. En dat zie je ook wel op dat grote scherm. Dus dat is super goed geregeld. Hier heb je de hele lijst met alle prijzen. En hier heb je een superleuke foto. En Dee heeft het constant maar over mijn lelijke sokken die ik aan heb gedaan die dag. Nou, dat is heel erg... Heb jij ook een kusje, niet alleen Huntelaar. Lief van je, dankjewel. Nu is mijn dag compleet. We zijn nu eventjes wat muziek aan het opzoeken. We gaan gewoon een vette YouTube afspeellijst vinden. En die gaan we dan opzetten. En dan onder die muziek worden gewoon allemaal leuke vlogs achter elkaar afgespeeld. Die we hebben verzameld en achter elkaar geplakt. Maar dan wel weer de intro en de outro eruit. Want ja, dat is raar om dat de hele tijd te zien natuurlijk. En dan nu loop ik eigenlijk via de uitgang... Maar dat mag ik. Loop ik hierheen. Je hebt hier dus alle hekken staan. Dus iedereen die kan daar. Bij die tafel staat iemand. En daar kunnen ze zich melden. En dan worden ze afgestreept. En dan gaan ze zo. En dan gaan ze zo. En dan gaan ze zo. En dan staat daar aan het einde staat iemand. En die laat ze hier erin. En dan heb ik hier twee hele leuke lieve fotografen. En dan heb ik daar nog iemand die alles hier een beetje regelt. En dan hebben we hier twee mooie lampen. Want zoals ik net al aangaf, dit is de eerste meeting dat we het gaan doen met fotografen. Zodat iedereen zeker weet dat je gewoon een super goede kwaliteitsfoto hebt. Want heel vaak zijn er mensen, kijkers die hierheen komen met of hele oude telefoons. Of de batterij is net leeg of de telefoon is in één keer kapot. In ieder geval, er kan van alles misgaan. Dus dachten we, weet je wat, we doen het op deze manier. Dus Deetje die staat dan daarvoor bij die lamp. Ik sta hier achter bij deze lamp en dan gaan we het op deze manier een beetje doen. En dan kan iedereen komen en dan kunnen ze een handtekening krijgen en ja, wat jullie eigenlijk maar willen. Dus voor iedereen verschillend. De een wil een knuffel, de ander wil een handtekening, de ander wil een high five, de ander wil een handtekening op hun schoenen. Ah, had ik al gezegd, de handtekening. In ieder geval, je snapt het idee. En wat heel erg tof is, en je hebt het daar verderop, dus voor alle fans die hier binnenkomen, maar je hebt het hier ook nog, dan heb je gewoon een smartphone lader. En dat is heel erg geinig, want je kan je telefoon, ik ga hem even erbij pakken, ik ga het even aan jullie laten zien. Die kan je er gewoon inklikken op deze manier. Dus die heb ik nu aan de lader gedaan. En dan ga je hier beneden kijken. Nou, dan staat er even geduld. Dan is hij bezig. In de tussentijd kan je alvast wel het kluisje dicht doen. En dan zie je hier de laadtijd. Dus de laadtijd duurt nu nog 45 minuten en dan is hij klaar. En nu is dat natuurlijk meer echt een soort van kleine extra. Want je kan niet je telefoon daar naar laden doen en dan 45 minuten later hem ophalen. Maar je hebt dus wel zo'n kluisje daar waar iedereen gewoon de hele tijd mag blijven. Dus daar kan je wel je telefoon opladen. Dus dat is echt super handig en leuk, denk ik. En hier heb je een bar. Er wordt eigenlijk niet echt heel veel gebruik van gemaakt. Alleen het regelen van het geluid en zo. Dit is, oh nee, niet helemaal de rondleiding. Maar dit ga ik wel even samen met Dee doen. We gaan namelijk nog naar boven.
Zo, ik kan hier vast wel overheen. Zo. Kijk, we gaan nog even naar boven. Want straks komt er nog een vriend van mij die gaat filmen voor de aftermovie. En hij neemt een vriend mee die ook nog wat foto's gaat maken van boven. Dit is zeg maar een soort van VIP gedeelte. En dan gaan we hier helemaal naar boven. Ik heb alleen maar een been. Handig. Net voor de meeting. En hierboven is het heel erg donker. Maar hier kan je wel perfect alles zien. Dus hier kan je natuurlijk hele mooie beelden schieten van iedereen die hier straks staat. En iedereen die daar met ons op de foto gaat. En dat is de rondleiding. Bij kan komen? Ja. Top. Zo, even mijn petje goed doen. Iets dichterbij. Zijn we er bijna helemaal klaar voor. De muziek staat aan. Moet de muziek trouwens even uit? Als het kan, heel graag. Ja, tuurlijk. Ja. Kan geregeld worden. Er staan hier namelijk twee gasten van AT5. En is dat het nieuwsblad van Amsterdam? Of hoe moet ik dat zien? Het is de zender van Amsterdam. Gewoon de zender van Amsterdam. Oké, okay, kijk eens aan. Weet ik dat ook meteen. Dan ga ik even hierheen duiken. Doe ik even de muziek uit. Ik snap dat het namelijk veel makkelijker is voor het interviewen. Zo. Nou, Enzo, we kennen je natuurlijk van je video's. Maar nu kunnen mensen je in het echt ontmoeten. Hoe is dat idee ontstaan? Dat idee is ontstaan door de kijkers. Die hebben eigenlijk gezegd van... Hey, Enzo, lijkt me zo vet om je een keer in het echt te ontmoeten. En toen is dat tot stand gekomen. En een hele tour eigenlijk door heel Nederland. Maar je begint in Amsterdam. Is daar nog een speciale reden voor? Ja, Amsterdam, hoofdstad van Nederland. En we hadden toevallig al contact met Ajax en de Amsterdam Arena. Dus we dachten, laten we dat regelen. En hier staan we dan. En heb je nog iets speciaals met Amsterdam? Of zitten er heel veel van je fans bijvoorbeeld in Amsterdam? Nou, ik ben er altijd al voor Ajax geweest, vanaf kleins af aan. En toen heb ik wel een hele lange tijd gehad dat ik niet zo geïnteresseerd meer was in voetbal. Alleen toen leerde ik Dee kennen, mijn vriendin. En die is groot fan van Ajax. En toen is dat eigenlijk weer gekomen. Dus ja, dan dit is een perfecte locatie dan ervoor. En kun je in Amsterdam nog een beetje normaal over straat? Of kan dat wel niet meer? Nou, ik kan wel normaal over straat, maar je wordt altijd wel even of nagekeken of aangesproken van hey, wil je even op de foto voor mijn zoontje of gewoon fans zelf die naar me toe komen. En vandaag is een meeting voor al je fans, is het maar voor een select groepje begrepen? Ja, klopt. Het is voor 300 fans. Elke provincie gaan we 300 fans uitnodigen. Of nou, die kunnen zich eigenlijk zelf inschrijven. Het is wel de bedoeling dat mensen ook uit Amsterdam naar de meeting komen, maar dat kan je natuurlijk nooit helemaal controleren. Maar 300 is het aantal. En wat verwacht je zo op zo'n fandag? Gaan er nog gekke dingen gebeuren, denk je? Ik verwacht heel erg veel partypoppers die worden afgeschoten. En heel erg veel gekke en blije fans. En ik en mijn vriendin die gaan ook helemaal gek doen. Dus ik heb er heel veel zin in. En mogen fans jou alles vragen? Of zijn er nog dingen waar je liever geen antwoord op geeft? Nee, fans mogen me alles vragen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, jij ook. En jij gaat overal antwoord op? Ja, ja, de meeste wel, denk ik. En dat YouTube, nou, dat gaat als een trein natuurlijk. Ja. Zijn er al dingen, is er al momenten waarvan je denkt, nou, ik stop er mee over een jaar of ik ga dan iets anders doen? Nee, helemaal niet. Nee, ik sta elke dag op met een heerlijk gevoel. En zolang dat blijft en ik heb de motivatie, dan blijf ik gewoon doorgaan. Dus je blijft vloggen totdat je oud en grijs bent? Totdat ik bejaard ben. Ja? Ja, waarom niet? Dan ben ik de eerste, denk ik. Yep. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, als je nog even zo blijft staan met die microfoon voor, dan doe ik even een zoom op het scherm. Dat is wel grappig. Ja, top. Dat is prima. Heel erg belangrijk om de mooiste shots te hebben natuurlijk. Ja, precies. Je weet het zelf ook natuurlijk. Ja, daarom. Dus ik voel het. Top. Maar lijkt me super tof. Jullie zijn wel aardig jong, toch of niet? Ja, ja, ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 26. 26 en jij? 19. 19? Ja. Kijk eens aan, dat is al helemaal jong dan. En hoe voelt het dan om voor zo'n zender te werken en dan naar plekken te mogen gaan om mensen te interviewen? Ja, hartstikke leuk. Je komt op plekken waar andere mensen nooit komen. Dat is wel heel leuk. En je ontmoet wel allerlei leuke mensen. Ja. We zijn vanochtend nog bij Kevin Hart geweest. Oh, serieus? In het park. Dat is wel even zo'n hoogtepunt dan, denk ik. Ja, het is ook beide onze stage. Het is vandaag onze laatste dag en dan krijgen we de eer. Ook nog eens met wat vet. Nee, maar het is grappig, ja. Het is, je krijgt inderdaad, zoals hij zegt, je krijgt de kans om zoveel mensen te spreken en zoveel dingen te doen. Dus AT5 is top, laat ik zo zeggen. Cool, als je man. Als stage zoekt, ga naar AT5. Shoutout naar AT5, je hoort het. Ready to start. Yeah, ready to start. Dit is altijd een apart moment, want je ziet nu gewoon de eerste binnenkomen. Ja, en dat is heel awkward of zo, want het is heel veel ruimte en er zijn maar heel weinig mensen. Ja. Het is echt alsof je in de disco komt en je staat er met z'n tweeën. Precies dat. Het is gewoon ongemakkelijk. Plus 1. Okay. Dit is wel super bijzonder, want de vorige meetings, toen wij in de zaal kwamen, toen stond hij zeg maar bijna al helemaal vol. Maar hier zien wij gewoon de allereerste in de rij. Hallo! Hi. Kijk eens aan. Super tof. Wauw, je hebt meteen een tof t-shirt gehad. Ja. Super tof. Ik wil even een hele grote shout-out doen naar de eerste.
Super tof! Yeah. Je wil een shout-out doen? Ja, naar mijn neefje Simon. Hij heeft zijn enkel gebroken en ik hoop dat hij snel weer beter wordt. En dat hoop ik ook. Duimpje omhoog voor jou, jongen. Wat hebben jullie meegenomen? Ja, een taart gemaakt. Een taart gemaakt. Kijk samen. Hashtag KP, dames en heren. En we willen een shout-out doen naar iemand. Een shout-out naar wie? Naar Guusje. Guusje? Ja. En wie is Guusje? Een meisje van onze klas, ze is ook heel erg fan van jou. Oh, een shout-out naar jou, Guusje. En misschien zie ik je een keer nog op een meeting. Ik moest even weg, ik moest de camera pakken. Dus een shout-out naar jullie allemaal! En iemand heeft hier iets meegenomen? Ja, nou kijk, ik wil heel graag dat jullie gaan trouwen. Jij wilt heel graag dat wij gaan trouwen? Ja. Wel, waarom? Kijk, D, hartje E. Ja. Van Eva en zo. En dan jouw hartje, want die gebruik je altijd. Ja. Gaan jullie trouwen, ik zoek je. Wat, dit vind ik zo vet, man. Ik wil hem even goed op beeld hebben, dames en heren. Kijk, D, gaan jullie trouwen. Of D, hartje E. Ja. Oh, zo zit het in elkaar. Nu snap ik hem. Ja, want ik kon niet heel veel leestekens. Nee, dat snap ik. Kijk samen, man. Echt super tof. Ja, en jij heet dan Friso natuurlijk. Hoe weet je dat? Oh, oh, ja. Dat was geniaal, man. Zullen we een vette foto maken? Ja, tuurlijk. En die gaat... Tuurlijk, man. Kom erbij, man. Oh, wat een super toffe kijkers heb ik toch ook. Aan je dinners hoor ik je praten. Echt. Ja, als je oor hierop hebt. Ja. Super tof. Die ga ik natuurlijk samen opeten met D, hè? Dat snap je wel. Kom, we gaan een foto maken. Kom erbij staan. Hoppakee, man. Vanavond staat hij op de website. Echt? Ja, man. Die foto. Maar komt dit shirt ook ooit in de website? Zo snel, zegt hij. Dit shirt, vind je zo vet? Zal ik dat dan gaan regelen? Ja. Ja? High five. Cheers. Super tof, man. Deetje heeft dit natuurlijk al gezien. Nee? Nee, ze heeft mij overgeslagen. Oh, jeetje. Dit is wel de drukste fan die we vandaag hebben gehad. Ik hoor. Ik zei net al, jeetje, wat enthousiast. Ja, die is knuffel echt en super tof, echt onwijs gaaf. Er is hier iemand en die wil graag een shout-out doen naar iemand. En van die persoon heeft ze het knolpauwboek gekregen. Is aan het juichen voor je oma. Yeah! Ik heb een champagnefles gekregen en eentje die niet over de datum is. Heel erg lief van jullie, dankjewel. Dit is echt geniaal. Ze wilde graag een knuffel, ze is zelf ook aan het filmen. Kijk eens aan, hallo kijkers, hallo. En toen gaf ik haar een knuffel en toen voelde ik haar capuchon en ik zeg, jeetje, hij is helemaal nat. Zegt ze, ja, komt uit de was, ik wilde hem per se aandoen op de meeting. Ja, ja, super. Mag ik trouwens jou doen? Ja, tuurlijk, ga je gang. Naar Iris, Jolijn, Diede en Tjurre. Nice. En zo mag ik ook doen. Tuurlijk. Ik wil een shout-out doen naar iedereen die mij kent. helemaal wat ze met vloggen. Wil je shout-out doen, wil je dit tegen me zeggen? Serieus? Ja. Oh, super tof. Kijk, we zijn met z'n drie aan het vloggen hier zo. Ja. Cheer. Wat ik nog regelmatig zie, en dat vind ik echt super dope, is dat ik heel veel kijkers tegenkom met het oude Knolpower logo. En daar zie ik ook iemand met het oude Knolpower logo. Dus sowieso shout-out naar jullie en super tof dat jullie het nog dragen. Tja. Dit vind ik echt ontzettend tof. Mensen doen serieus spreekbeurten over dus YouTube of Enzo Knol en ook werkstukken. En wat voor cijfer heb je hiervoor gekregen? Een 8, dames en heren. Nou, dat soort cijfers had ik niet op school. Bij mij was het een 506. Daar was ik al blij mee. Maar dit heb je echt heel goed gedaan. Ja. Ze wil graag even een shout-out doen. Nee, mijn zusje Nina. Super tof. En je hebt gewoon hier helemaal knolpower. Tja. Yeah. En we hebben er nog eentje met knolpower. Yay! Yeah. Super tof. Ik heb het denk ik te weinig gezegd. Maar nu ik het lees, gaan we met z'n tweeën doen? Yeah. It's a beautiful day. Oké, 3, 2. It's a beautiful day. The sun is shining. Hoe gaat het voor de rest ook weer? Nobody can stop me now. Ja, dat klopt. Volgens mij is dat hem. Ja, ik weet het zelf ook niet helemaal meer. Maar super tof. En ik ga het, omdat ik dit nu heb gezien, moet ik het weer vaker zeggen. Ik vind dat toch wel een hele leuke intro. Ja, is het ook. Super tof. Ja. Dankjewel voor het komen. Dames en heren, de meetings waren zeg maar een beetje bedoeld dat... Ik film mezelf hoor, niet jullie. Rustig.
enthousiasme de hele dag door. Maar dames en heren, dit is echt niet normaal. En ik heb erover na zitten te denken, want toen ik de video online had gezet van ik ga meetings doen in Nederland, in elke provincie, toen kreeg ik aardig wat Belgische kijkers. En toen dacht ik inderdaad van ja, dat moet ook gewoon anders. Ik moet gewoon een keer een meeting geven in België. Deze twee mensen hebben gewoon 5 uur in totaal gereisd om hier te zijn. Shoutout naar jullie. En voor alle Belgen, en daar hebben jullie mede voor gezorgd, ga ik meeting, dan spreek ik bij deze af. Dit jaar ga ik nog een meeting doen in België. Shoutout naar alle Belgen. Zo, so, we gaan 5 mensen. Ja, natuurlijk. Michel, Emily, Michel. Ja, naar mijn neefje Ries, Laurens en Lucas. Kijk eens aan. Cheer. Zoals de meesten denk ik weten, 300 mensen konden komen naar deze meeting. We hebben nu 200 kijkers ontmoet en dat was echt super tof. Er staan hier nog 100 kijkers. Dus, ze zijn super enthousiast en wij ook. We gaan nu heel even relaxen. Heel even 3-4 minuutjes gaan we broodje eten. Gaan we even wat water drinken, zodat we even de energie houden om met iedereen gezellig te praten en enthousiast te doen. En ik vind het heel erg goed geregeld. Ja, superleuk. En vanavond komen meteen de foto's op de website. Dus ik zei het ook af en toe, hè. Toen zei ik, vanavond komen er ook foto's op de website. Dan al. Ik zei, ja, dan al. Mm-hmm. Dus dat is allemaal goed geregeld. Dus echt super tof. Redelijk wat mensen die hebben hier de Knolpower tas gehaald. En voor alle mensen die een Knolpower tas willen, check het linkje in de beschrijving. De tassen zijn namelijk te verkrijgen op knolpower.nl. Echt super tof. Wat ik hier zojuist heb gekregen, ik vind het echt heel erg mooi. Heel erg creatief. Het is met een 3D-pen gemaakt, dames en heren. Ik heb een prijs gewonnen. Ja, ja, de Knolpowerprijs van deze twee dames. Hey. En jullie willen ook nog een shout-out doen naar iemand? Ja, naar Demi, Gabi en Olla. Shout-out naar jullie. Sommige bazen, sowieso iedereen is baas, maar deze gast volgt me al vanaf het begin. Dus echt een shout-out naar hem. Ja, super tof. Ja, ja, joh, je bent echt een baas. Dankjewel, man. Ik heb hier nu een super grote baas staan. En die heeft mij jongleerballen gegeven, zodat ik kan oefenen. Heel erg tof, maar je kan het zelf ook. Ja. Maar je gaat met 4 ballen doen. Ik kan het ook. Met 4 ballen kan die. Oké, stil de show. Ga je gang. Applaus voor die man! Yeah! Super tof! En ik ga oefenen en wie weet kan ik het dan ooit ook. Oh, wie weet. Ik sta hier met een super grote baas. Ontzettend tof. En je hebt je echt mooi gekleed, man. Helemaal netjes met Knolpower. High five erop. Bam, super baasig. Nogmaals, shout-out naar hem. Cheer! Ah! Er is hier iemand en die wil het in de vlog vertellen. Ja, ik heb wat vlek op straat en dat is dus in mijn hand ontploft. Dus ik wil iedereen even zeggen, raad nooit vuurwerk op met oud en nieuw. Want ik heb nou heel veel geluk gehad, maar het kan ook een keer goed fout gaan. Ik vind het heel knap dat je dat durft te vertellen zo. Ja, en ik wil ook een shout-out doen. Tuurlijk, ga je gang. Ik wil een shout-out doen naar Damien. Damien, ik vind het echt super tof dat je dat zegt, man. Ja. Heel goed voorbeeld. Dames en heren, doe dat niet. Zo, en hoe voelt dat? Je bent de allerlaatste. Dames en heren, de meeting zit er gewoon op. 300 mensen zijn hier geweest en het was super tof, ontzettend naar mijn zin gehad. En shout-out naar iedereen die mee heeft geholpen om dit te organiseren. Shout-out naar de cameraman, shout-out naar de fotografen. De hele mikmak bij elkaar, super tof. Heel veel paardenpoppers zijn afgestoken, echt heel veel. Sowieso, en dat is ook super belangrijk, een hele grote shout-out naar alle ouders die mee zijn gekomen. Jullie zijn echt super tof en heel erg aardig. En heel erg tof om te zien dat jullie je kids supporten, omdat ze heel erg graag bijvoorbeeld hierheen willen om ons te ontmoeten, Day en ik. Echt heel tof. We zijn allebei even naar de wc geweest. Ja. Voor het eerst in 4 uur tijd. Ja, knap. De meeting zit er dus op en... Ja, we zijn nu in één keer in een zaal wat echt zowat helemaal stil is. Het is echt heel erg apart. Nou, bedankt dat je hem zo mooi neerzet. L-U-L. Jonge, jongen. Nou, gaan we even door naar mijn droomauto. Niet helemaal deze, maar wel een Ferrari. Maar wij zetten hem net daar neer. Kijk eens aan. Even draaien zo aan het stuurtje. Hoppakee. Schat, je moet met 2 handen in parkeren.
Ik kan dat meteen. Wauw. Ik snap er geen bal van, mensen. Echt niet. Ik kom dit gewoon nu elke keer tegen als ik wil parkeren. Hebben we er weer eentje? Nou, ik laat me niet gek maken, hè? Ik zet hem er gewoon tussen. Nee, daar komen wij er toch niet meer uit. Ik rij achteruit. We zijn weer thuis en kijk wat we meteen aan het doen zijn. Hier is de taart. En daar gaan we van genieten. Oh, dit is wel even smullen, zeg. Nogmaals een dikke shout-out naar Friso. Lekker relaxen. Dat is eigenlijk het enige wat je verder nog doet na zo'n meeting. Omdat het gewoon heel erg zwaar is. Maar het was nogmaals ontzettend tof. Ik wil iedereen bedanken die op de meeting is geweest. En ik wil iedereen bedanken die heeft gekeken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace! Iedereen, hebben een hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd! En een shout-out naar alle knollies. Woe! En een shout-out naar Femke. Lana. Jasmijn. Shout-out naar 2MN. Ja! Ja! Helemaal enthousiast. Woe! Emma en Marie. Naar Jasmijn, Frederik, Remy, Floor en Veerle. Chanel. B. Knol Squad. Oda D2 en Klas 1A. Ik wil shout-out naar Dominique, Naomi en shout-out naar jullie. Shout-out naar Marciano en Rebecca. Suus en Daan. Vera en Friso van Reden. Sam, yeah. Hoi, we willen graag een shout-out doen naar heel Face, Senna Madé en Roos. Shout-out naar Jero Zoo en ACNA van het Varenhoek College. Pim. Naomi. Tess en mijn oma. En mijn oma, yeah. Nina en Nicky. Ik wil graag een shout-out doen naar Knophoor voor Lijf. Shout-out naar Angel. Lena, Lisa, Merel en Jasmine. Zo, dat is een hele waslijst. En Kato en Caries en Chantal. Nog meer, shout-out naar jullie. Kim, Leerlas en iedereen uit B05 CDC. Lisa, Tijn, Larissa en de hele Knol Squad. Ik wil graag shout-out naar Kiara, Angela, Elina, Guido, Indy, Michte, Rohan, Kelsey, Tim, Kiro, Shay, Nas, Aniek, Sefte, Tara, Kaylee, Ulaida, Song, Ning, O'Neil, Tariq, Jade en Luc. Oh, was je klaar? Ja. Holy shit, dat waren er veel. Mike, Gio, Amy en Davy. Liz, Noah, Rosely, Elise, Iris en Maaike. En hier. Shout-out. Dikke shout-out. En hier. Yeah. Yara, Marianna. En ik wil een shout-out doen naar Tessa en Bruni. Ik wil een shout-out doen naar Jolijn en Laurie en Tara, heel groep 8. DND 2. Ja, dat is wel goed hoor. Shout-out naar jullie. Alba en Esmee. Oh, je mag een shout-out doen naar Floortje. Ja, tuurlijk mag dat. Daar zijn we nu al mee bezig. Ik wil een shout-out doen naar deze jongeman, want die was zo net zo keihard fanatiek aan het schreeuwen de hele tijd. Echt super tof, man. High five. Ja. En ik kan nog een... Doe maar shout-outje omhoog, want het is zacht. Yeah. Joshua, Wesley, Matthijs, Colin, Isa, Isabella, Emily, Melina en mijn oma en mijn klas. Tegen de dood, Pien, mijn opa en mijn moeder. Jamie en Ardianne. Jasper van de Heuvel en Linde van Wijk. En Kiki en Tosca, mijn zusjes. Dat hebben jullie samen geoefend, of niet? Nee. Oh, dat deden jullie heel goed hoor. Yeah. Ik wil een shout-out doen naar Kasper de Duitsers. Shout-out naar jou, man. Peace. Lin, Meerte, Robin en Kiki. Ik, Tim, Niels, Martijn en Lin. Dames en heren, ik wil even een dikke shout-out naar Bram Wagenvoort. Want... Nou, ik heb een beetje opgeleid voor jou. Shout-out naar jou, man. Eva, Jasma en Fabienne Spaatmaker. Leo, NCD, Annelie, Dylan en Lola. Lisa is hier, Felica 2, de Knol Squad en naar Halona op mijn Jessie. Yeah. Tja. Nee, ik ben zo knap! Knol Power.